Donderdag, Ajax Selena. Kom allemaal naar het stadion. Wij hebben jullie nodig. Donovan, dit is dit seizoen jouw thuisbasis. Ja. Hoe bevalt het hier? Ja, op zich oké. Het zijn toch wel een paar speciale vakken zoals daar. Er zitten toch wel mensen die het meeste geluid maken. En hij is toch wel een steentje voor ons, 12e man. Slijngaard. Veel Spartanen voorin. Babos blijft staan en de goal komt er niet van Ruud Klol. Zo, jullie trekken wel vaak met elkaar op, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het fijn is dat we elkaar kennen en dat we nu samen hier zijn, dat is mooi meegenomen. Het is zeker fijn. Donovan, hoe doet Rydell het? Ja, hij heeft twee belangrijke doelpunten gemaakt voor Sparta tot nu toe. En de winnende tegen Feyenoord. En dan ben je een legende hier. Ja, maar ja, als je 2-1 wint van Feyenoord, iedereen hier vindt dat hartstikke mooi. Dat hij die tweede maakt, de goede actie van Duplan, ja, dat is gewoon prachtig en het geeft hem denk ik zelf ook een lekker gevoel. Duplan? De Klerk kwijt. Iedereen kwijt en raak! Ja, ja, het is Sparta dat toch scoort! Goed om! Jullie voetballen niet alleen bij Sparta, je hebt onlangs ook nog je televisiedebuut gemaakt, hè? Ja, Eredivisie Live met Doe Het Zelf. En ja, het is best wel een grappig stuk geworden. Ik ben Rydell Pepoen. Ik ben Donovan Slijngaard en vandaag doen we het zelf. Je hebt de hele opleiding van Ajax doorlopen. En nu bij Sparta, hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt goed. Ja, de hele opleiding bij Ajax. Ik denk vanaf de E2 ben ik dan bij Ajax begonnen. En als je dan alle teams doorloopt en ja, dit seizoen bij het eerste mag beginnen, dat is leuk. En dan hoop je op veel speelminuten en dat gebeurt niet. En dan word je verhuurd aan Sparta. En dat is op zich wel een goede stap, denk ik. Deze club ademt wel heel veel traditie uit, hè? We hoeven alleen maar opzij te kijken. Ja, dat klopt. Maar ridder. Ja, ouderwets. En als club van Nederland, dat zegt wel wat, denk ik. Dit is ook een hele goede verdediger, hè? Ja, hij is lekker gewapend en goed om zichzelf te verdedigen. Nou, hij verdedigt het kasteel, dus... Ja. Donovan, hier een muur met heel veel historie. Heb je al een paar mensen herkend? Ja.
zie daar Danny Blind. Spartaan. Van een jaar of 20 geleden? Spartaan in ieder geval. En, hier van Gaal. En Dick Schoenmaker. Die ken je echt goed natuurlijk, hè? Af te rijden van Jong Ajax. En, ja, die heb ik al twee seizoenen meegemaakt als leider. En, is een aardige man, ja. Het Ajax-gehalte is ook best wel groot met Van Gaal, met Blind, met Schoenmaker hier op de muur. De komende wedstrijd van jou is tegen Ajax. Dat moet toch wel een heel apart gevoel zijn? Ja, het is eigenlijk mijn eerste keer tegen het eerste van Ajax. Bij Groningen toen had Groningen al twee keer tegen Ajax gespeeld, dus we kwamen ze niet meer tegen. Maar ja, nu is het de eerste keer dat ik bij de wedstrijdselectie zit tegen Ajax en dus we hopen dat ik speel. Het schot, dat komt er en dat is een prachtige goal, dat moet gezegd. En zo wordt het in de 89e minuut 3-3. Dat moet wel een gek gevoel zijn natuurlijk. Ja, tegen Ajax is in de voorbereiding gewoon alle tijd op doorgebracht met die jongens. En dan nu, dat je nu tegenkomt, ja, is wel mooi, vind ik zelf. Je kent ze natuurlijk van haven tot gort, hè? Ja, ik ken de meeste jongens wel, of ja, allemaal eigenlijk. En, ja, ik kijk er wel naar uit. Ja, je kent ze, maar je weet ook hoe ze spelen. Ja, maar ja, oké, okay, dan als ik naar mijn persoonlijke duels kijk, als ik speel, dan is het waarschijnlijk Luis Suarez. En, ja, je kan Luis kennen, maar wat hij doet met een bal, je kan van tevoren weten wat hij doet, maar op een of andere manier komt hij er altijd langs. Dus het is aan mij de taak om dat te voorkomen als ik speel. Met wat voor gevoel stap je dan zondag het veld op? Ja, toch wel gewoon als een Spartaan. Ik denk, ik ben gewoon nu in dienst van Sparta. En dan natuurlijk sta ik nog onder contract bij Ajax, maar ja, die wedstrijd ben ik gewoon een Spartaan. Dus dat is normaal, denk ik. Dat hoort gewoon ook gewoon zo. Ja, dan volgende week Ajax uit. En wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, de topper van dit seizoen, hè? Ja, het is speciaal voor ons. Wedstrijd met een speciaal tintje, denk ik. En, ja, we gaan er gewoon vol tegenaan, denk ik. En ja, dan zullen we zien wat de uitslag wordt.